Ik vind het eerlijk gezegd echt heel matig. Vind je het matig? Ja man! Oh, je ik had echt meer verwacht. Ik denk zo. Is dit nou voor jou? Nee man. Kijk hoe mooi dit is! Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. Ik ben hier met Han Wei Chang. Pow, pow, pow. Oh. Wow, ja! Deze man, hoe gaat ie? Goed man. Hey. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Dikste Dealer. De serie waarin we erachter gaan proberen te komen wie van ons de dikste dealer is. Ik neem het elke week op tegen iemand anders en vandaag ben jij het. Heb je er een beetje zin in? Ja man, sowieso. Je weet al een klein beetje wat de bedoeling is, maar ik zal het nog eventjes uitleggen voor vandaag. Let's go. Vandaag krijgen wij 6 uur de tijd om een kamer in te richten. En dat moeten we doen door producten te kopen via Marktplaats. Het gaat niet om hoeveel het kost of zo goedkoop mogelijk of iets, maar we moeten gewoon de meest epische, meest originele, meest mooie, prachtige, parelachtige kamer creëren voor onszelf. Aan het eind van de dag komt er een styliste onze kamertjes beoordelen en dan zullen we voor eens en voor altijd weten wie van onze beste interieurstylist is. Ik denk dat we gewoon van tevoren al kunnen bepalen wie dat is. Nu echt man. We gaan kijken wie de dikste dealer is. Let's go! Goed. Hanne en ik krijgen beide een lijst met producten om een kamer in te kunnen richten. Op deze lijst staan 2 stoelen, een tafel, iets voor aan de muur, een kleed, een lamp en een decoratie-item. Het doel is om binnen 6 uur de meest originele, unieke, parelachtige en prachtigste kamer ooit in te richten. Aan het eind van de dag komt er een interieurstylist de kamers beoordelen. Degene die door deze dame gekozen wordt als winnaar is deze aflevering de dikste dealer. Let's go! Goedemorgen, lieve mensen. Het is zover, we gaan weer van start. Ik ben even langs de weg gaan staan. Ik wou alvast een aantal dingen even uitzetten. Ik wou een paar advertenties waar ik al even op reageren. Dat heb ik gedaan. Ik heb een aantal kleedjes gevonden waar ik allemaal op heb gereageerd. Ik heb eentje en die vind ik er wel mooi uitzien. Die ga ik even een berichtje sturen in de hoop dat ze reageert. Alright boys, we hebben het eerste item gevonden en dat is dus een groen paprika beeld geworden. Wat eigenlijk gewoon fucking perfect, mag ik schelden eigenlijk? Gewoon fucking perfect is voor een Kelvin's kantoor. Groene paprika. Maar volgens mij houdt niet van groen, of wel? Nee hè? Oké, maar niet uit. Dus we gaan nu naar die plek om die paprika op te halen. Oké, we gaan nu dus die paprika ophalen. Alleen die vrouw wil niet dat we gaan filmen. Dus jullie gaan me zo eens terugzien met de paprika. Check deze fucking grote paprika. Oké, we hebben de paprika dus. Er is alleen wel één ding. De onderkant is kapot, maar als je hem neerzet zie je dat niet. Maar we hebben onze paprika, boys. Kijk hoe groot dit ding is. Hey, dit wordt gewoon onze windfactor. Gewoon, we zetten dit ding neer, we hebben gewonnen. En hier is, als het goed is, het vloerkleedje te halen. Hallo, vloerkleed? Is iemand een vloerkleed? Hallo? Ik krijg nou wat. Mijn roep om hulp. Dit is vloerkleed, toch? Ja, vloerkleed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het heeft toch geholpen. Goedemorgen. Kelvin. Sven, hi. Dag, welkom. Sven. Dat is hem. Wat een prachtstuk. Ja, ik heb een hele bus gehuurd vandaag voor dit kleed. Hier. Superman. Voor 18 euro. Ja, 20 euro. 20 ook nog. Ja, dat is prima. Top. Fijne dag, zus. Geen probleem. Ciao, hè. Jop. Oké, het eerste item is binnen. Ik heb een kleed. Het kleed gaat mee. Het kleed gaat mee. En daar gaan we. Dat is de basis voor de kamer. Nu wil ik een aantal stoelen, een tafel, een lamp, al die shit. Let's go, man. Geen probleem. Hey! Dus we zijn nu in Bussum. Het regent een beetje. Maar we gaan ons. Bam! Vloerkleed ophalen. Van welk nummer? Hallo, comfortkleed? Ja, nou dit is het. Ah, nice. Even hier voor u het veld. Oké, dankjewel. Top, fijne dag nog. Oké, dankjewel. We got ourselves a kleed. Alright, kleed is ook binnen. Paprika is binnen. We gaan nu richting de stoelen. De theaterlamp. Zou ik hem vandaag kunnen komen ophalen? Oké, dat is fantastisch. Oké, top, bedankt Hans. Tot straks. Hoi. Hoi. Let's go, motherfuckers. Oh, rustig aan, rustig. De cameraman gaat dood hier. Oké, ik ben in Apkoude. Zo doe je dat. In boerenplaatsen. Volk. Wat verzameling, joh.
fantastisch. Ik dacht, ik kom hier even twee lampen ophalen, maar dit is... Ik wil sowieso graag deze lamp. Ja. Dan heb ik de lamp sowieso gecheckt, dus dat is nice. Maar ik zag daar al een soort... Ja, het is dat ventilatortje staan. Ja, dit komt uit Rusland, jaren 50, jaren 60. Dat is toch fantastisch? Oké, deze is 85 en die lamp was 45. Ja. Dat zou samen neerkomen op 130. Kunnen we daar nog iets aan doen? Ja, dan komt de onderhandelaar toch eventjes naar boven. Nou, weet je, ik zou een mooie prijs kunnen maken, 100 euro voor die twee items. Dat is top. Goed, gaan we dat doen. Oké. Oké, dus we hebben een best wel vette tafel gevonden voor 175 euro. En ik ga nu even kijken of we die vandaag kunnen ophalen. Links afsluiten. Oké, voicemail. Gaan we niet doen, nee. Oké, dan gaan we over naar plan B. Gewoon een bericht typen, boys. Zo, het weer is wel anders. Oké, waar is het? Die kant op. Oké, we zijn aangekomen bij het huis. Alleen deze mevrouw wil ook niet gefilmd worden. Dus ik ga nu zelf de stoelen ophalen en dan ben ik zo weg. Het zijn speciale designerstoelen ofzo, maar we kregen ze voor een goede deal. Zoals jullie zien van de einde. We zijn aangekomen in Hoofddorp. We gaan nu die tafel ophalen. Let's go. Mag eens die kant op? Ja, hè? Let's go. Nee. Het is die kant op. Let's go. Hallo. Hey. Kom hier. Komen voor de marktfestivalen? Ja, helemaal prima. Top. Kom erin. Alright. Hey, ze hebben hier gewoon één dikke party of zo. Ja. Hallo. Baby shower. It's very nice. Oké, maar is het goed als wij via een betaalverzoekje betalen? Lijkt me geen probleem. Hi, let's do it. Moet je een haar vragen? Het is hard haar op. Mooi. Alright, is verstuurd. Kijk, ik heb hem ontvangen. Yes. Let's go. Oké, dan gaan wij die tafel nu meenemen, boys. Veel plezier nog met het feestje. Party gecrashed, tafel gefixt. We got this shit. Ik ben inmiddels in de Javastraat in Amsterdam en hier is, als het goed is, iemand die heeft 100.000 miljoen triljoen schoolplaten op Marktplaats staan. Dus dat ga ik even fixen. Hij woont hier ergens en ik ga hem even opzoeken. Let's go. Je hebt dieren, je hebt anatomie volgens mij en je hebt kaarten. Ja. Echte landkaarten. Ik denk dat ik sowieso voor de dieren ga. Ja. Ik moet alleen even een keuze maken, maar er zijn te veel mooie platen. Dus ik heb er maar één nodig. Snap ik. Dus dat wordt even een lastige kwestie. Ja. Ik heb een keuze gemaakt. Namelijk degene waar mijn hart sneller van ging kloppen. Dat is deze. Het Noord-Amerikaanse woudbewoners. Met een prachtige olifant achterop. Die verstoort een tijger die even een antiloopje aan het opeten is. Het is de natuur. Laten we dat niet vergeten. Ik ga betalen. Dylan, de betaling is geslaagd. Ik zie het inderdaad. Dan dank ik jou van harte. Ja. En ik zal er goed op passen. Ja. Dag Hanwee. Kelvin, hoe gaat het dan met jullie? Gaat bij ons. Ja, nee, het gaat een beetje slecht. Slecht? Ja, het gaat echt niet goed. Nee, het gaat bij jullie hartstikke goed volgens mij. Nee, het gaat echt fucking goed, man. We hebben bijna alles al. Echt? Ja, man. Hoe dan? Wij hebben. Ah, kak. Even serieus, hoe gaat het echt bij jou? Bij mij gaat het echt niet goed. Ja, nee, niemand reageert. En we zijn net echt veel naar een plek gegaan waar we iemand hadden, maar dan moesten we veel te ver rijden, dus we zijn allemaal tijd verloren. Oh, bro, alles bij ons ligt vlak bij Amsterdam, dus. Ah, kak. Ik ga even door, ik moet nog best wel tempo maken. Hey, wij gaan even lekker lunchen, denk ik. Dus. Oké, ga jij lekker lunchen? Ik ga aan het werk. Doei. Nu denkt Hanwee, Kelvin gaat hartstikke slecht. No pressure. Maar ja, hij weet niet dat wij bijna alles al hebben, man. We zijn nu aangekomen in Haarlem om hier onze lamp/tafel-ding op te halen. Ik ben benieuwd hoe dat ding er überhaupt echt uitziet in het echt. Hey, daar gaan we, boys, daar gaan we. Vind je wel nice? Let's go, oké, we take it. Perfect. Oh, hij is zwaar. Tering, joh. Ik dacht dit ding zou licht zijn. Dit is echt zwaar, maar echt zwaar. Ik ben aangekomen bij mijn stoelenadres. En ik heb het gevoel alsof ik hier moet zijn. Ik denk dat ik aan het goede adres ben. Ik kan heel moeilijk een keuze maken. Dat merk ik. Maar ik denk dat ik een risicootje ga nemen. Ik denk dat ik voor wat fellere kleuren ga, want dat heb ik nog niet echt. Ik wil deze stoel maken. Ik weet niet of dit hem gaat maken of gaat breken. Maar ik durf het risico wel te nemen dat dit misschien cool kan zijn. En dan met deze. Ik ga gewoon deze twee kopen. En dan zullen we laten zien of ik er spijt van ga krijgen. Ik heb een tafel gevonden. Het enige nadeel is dat ik recht het centrum van Amsterdam in moet. En misschien is het je opgevallen. Maar ik rijd zeg maar in een tamtoe grote bus. En dat is niet iets waar je heel gelukkig van wordt.
Kijk heel erg om je heen. Als je heel erg om je heen kijkt, zie je wat voor bizarre chaos er hier gaande is. Politie staat hier, allemaal toeristen. Kijk wat hier gebeurt. Wat is dit? Ramp, jongen. Dit is echt rampzalig. Kom je niet eens weg. Fuck it, fuck it, fuck it. Fuck jullie allemaal. Sha! God de god. Dit was geen verstandige keuze. Oké. Het is me gelukt. Eén ding is wel fijn, ik heb een lekker plekje in de schaduw. Ik ben, en als het goed is moet het hier zijn. Alleen de vrouw waarmee ik heb afgesproken neemt niet op. En ze doet ook niet open. Ik sta hier, ik heb nog 20 minuten, 19 minuten om precies te zijn. Ik ben met deze fucking bus de Keizersgracht opgereden. Ik sta illegaal geparkeerd en mijn mevrouw is er niet. Ja, wat doe je dan nu? Ga je dan nu wachten tot zij er is? Ik heb gewoon geen plan B. Als ik slim was geweest, had ik even een plan B gefixt. No way. Hey, bro, 15 euro. Een Coca-Cola spiegelding. Hey, twee zelfs. Oké, even eerlijk. Dit staat toch zo hard boven dit of zo. Kapot hard, let's go. Dankjewel. Alsjeblieft. Let's go. Oké, ik zag dus die LP's op Marktplaats. Maar deze zochten we eigenlijk ook. Alleen, we zagen wel al de tentie staan. Alleen, die was veel te ver weg. Maar nu, tada. Fuck yeah, bitches. Let's go. Oké, ik denk dat we wel alles hebben. Dus nu gaan we richting het kantoor even checken. Hoe het er allemaal uit gaat zien en waarschijnlijk gaan we winnen, man. Fuck yeah! Deze vrouw reageert wel op mijn berichtjes. Zij heeft het verkeerde nummer doorgegeven. Ik sta bij 48, maar blijkbaar is het 84. Dat is helemaal aan het eind van de straat. Ze wil niet gefilmd worden. Dus hopelijk kom ik terug met een tafel. Maar ik ga wel even rennen, want ik heb niet meer heel veel tijd. Let's go! Yeah. Deze tafel is prachtig, alleen hij is zeg maar van staal. Dus hij is tandtief zwaar. Ik heb nog 4 minuten over. Ik ben redelijk overtuigd van het feit dat ik deze opdracht goed heb gedaan. Ik ben ook heel benieuwd wat voor dingen Hanwee allemaal heeft gekocht. Maar ik zeg let's go to see hoe de dikste dealer is. Let's go! Ai. Jazeker, Hanwee. Dit heb ik ingericht. Dit. Maar de planten stonden er al. Maar voor de rest, alles voor mij. Ik vind het eerst echt heel matig. Vind je matig? Ja man, oh, je ik had echt meer verwacht. Ik denk zo, is dit nou voor jou? Nee, man. Kijk hoe mooi dat is. Prima, ja, wij bepalen het niet. Hè. De jury gaat het bepalen. Maar ik zou zeggen, laat jouw dingetje maar zien. Oké, okay, yes. Prima. 3, 2, 1. Wat is dit voor onzin? Onzin? Ja, kijk, Hanwee, we kunnen er lang bij stilstaan. Maar ik denk dat het niet aan ons is om te bepalen wie het het beste heeft gedaan. Roep de stylisten! Stylisten, waar ben je? Kom maar! De styliste is gearriveerd. Ons lot ligt in haar handen. Hi! Ja, hoi! Mika, hi! Mika, hallo! Leuk dat je er bent. Ja, zeker leuk. Heel nieuwsgierig. Hanwee en ik hebben allebei een hoekje ingericht. Ja. We zeggen niet wie welke heeft ingericht. Nee. En jij mag even je deskundige oog erop laten vallen. Zo, ik ben heel verrast. Gaaf zeg. Je verwacht, marktplaats verwacht je misschien toch ouderwets. Echt wel design en hip. Wat ik heel knap vind hier is dat het goed gewerkt is in de kleur. Duidelijk dat rode accent wat in het stoeltje zit hier, dat komt ook terug in het vloerkleed. En dat grijs dan ook weer van het stoeltje vind ik echt heel goed gedaan. Dat zwart dat breekt het, dat is lekker. Hoewel dan dit botanische natuurstukje een beetje op zichzelf vindt staan. Dat vind ik wel een beetje jammer. Qua styling is het een beetje stijfjes, die twee stoeltjes zo bij die salontafel. Het ziet er ook niet heel comfortabel uit. Voor het tuintje had hij misschien leuker geweest. Ik heb hier wel het gevoel van eenheid meteen. Dit voelt als een geheel. Ondanks dat de stoelen misschien toch een beetje off zijn, past het wel bij. Het is net een leuke twist. Ik weet het. Hou ons niet langer in spanning. Je hebt als het goed is een oordeel over een van deze twee en dat is de winnaar. Je weet niet wie welke heeft ingericht. Nee. Dus ik zou zeggen, take it away. Ja, ik ben onwijs onder de indruk hoe jullie dit voor elkaar gekregen hebben. Allemaal voor Marktplaats. Jazeker. Ja. Heel hip was mijn eerste indruk. Je verwacht bij Marktplaats een beetje aan de bollig. Dat is echt van u. Goed gedaan. Mijn oordeel, de winnaar is deze. Oh yes, let's go! Volgende week krijg ik weer een kans. Dan ga ik weer tegen iemand anders strijden en kijken wie de dikste dealer is in een andere challenge. Allemaal via Marktplaats. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!